Die kunnen voor 1 euro op de foto met onze mooie kerstlijst. En dan krijgen jullie de foto thuis gestuurd. En voor die 1 euro steunen jullie Max. Ja? Oké, top. Bezoekers en medewerkers zijn vandaag de straat op gegaan om de Alphenaar op een geheel eigen wijze te laten weten dat het jongerencentrum echt hartstikke nodig is. Als de gemeentelijke subsidie ook komt te vervallen, dan moet Max veel activiteiten staken. En dat betekent dat veel meer jongeren op straat rond moeten hangen. Alle gratis activiteiten die gaan eigenlijk op de schop. Want dan kunnen we het gewoon niet meer betalen met de huur. Want gratis activiteiten die leveren bijna niks op qua bar of andere dingen. Dus dan moeten we dat helaas laten vallen. Woensdag vergadert de gemeenteraad over de subsidie voor het jongerencentrum.